dat is een landgenoot. Ja. Die hebben ze toen hier achter gegooid. Is dit een .50 kaliber? Dat is een .50 kalibertje. En zo eentje sloeg je hier in die blauwe stoeprand. Dat is het vooroorlogse gedeelte. En dat was, toen was het al opgeruimd hoor, want al het puin is hier al weg. Ja. Kan je voorstellen, tel maar, dat je komt hier al aan zo'n 60 ramen in de achterkant waar ik de nodige draait. Dus dan kom je dus over de 80 ruiten die er op een gegeven moment uit waren. Ja. En waar zit nou dat ding? Waar... Nou, als je dus kijkt waar die granaatinslag, is in het midden geweest, onder het luik. Ja. Dan zie je dus dat hele muurtje en de hele kap, de achterkant van het dak is er helemaal afgeslagen. Wow. En dat is, er is een heel nieuw dak opgekomen en dat was oorspronkelijk een schuin dak, net zoals de voorzijde was. Het was één grote vonkenregen die uit de stad opsteeg en over ons heen daalde. En dat begon continu te branden natuurlijk. En we zijn toen begonnen met blussen. Ik sta met hier op de hoek van de Vriendenlaan en er komt dus vanaf de Hofdijkkant komt er een aantal motoren en een vrachtwagentje komen eraan rijden en die stoppen hier en die springen eruit en gelijk een enorme actie. En wat was er nou aan de hand? Naast ons huis stonden een aantal kleine pakhuisjes en het bleek dus op een gegeven moment dat in het eerste pakhuisje hier naast ons was iets mee aan de hand. Die Duitsers die vlogen erop af, die gooiden handgranaten en er werden mensen uit dat pakhuis gehaald. En één die wist te ontsnappen, die vloog hier langs deze muur, hier. En die keer was op die motor, die veldgendarmerie, dat waren die keer met die koperen platen op de borst, dat was dus een militaire politie, dat waren ontzettend vervelende gasten. En die begon als een gek te schieten op die kerel die hier langs vloog. En dat was tot jarenlang nog zichtbaar. Zag je de kogelregens, zag je het dus op de muur. Maar er bleven dus vier man over. Dat waren twee oudere mannen en twee jonge jongens. Jongens van de jaren 16. En die werden naar buiten gesleurd. En die werden voor de deur, alle seconden, werden die neergeschoten. Die zijn de hele dag hier blijven liggen. Die lagen in een gigantische, dikke plak bloed, want ze waren helemaal doorschoten en waren leeggebloed. En die lagen dus hier. En dat bleek dus later dat het dus plunderaars waren, dat het dus zwarte handelaren waren, die dus goederen van de Duitsers verhandelden. De Duitsers hebben hier een bord geplaatst, want dit was afgezet, ik mocht hier de straat niet in. En ze hebben die lui de hele dag laten liggen. En er stond hier een groot bord op. Dat was het resultaat van plunderaars die dus goederen van de Weermacht pikten. En dat waren dus grote boeven en die waren ter plaatse neergeschoten. Nou, hier ontstond dus in de loop van de dag natuurlijk een hele stroom van mensen die kwamen om me kijken. En die lui lagen daarmee. En die hebben ze pas s'avonds laat hebben ze die weggehaald. En ik weet nog, tijdens het bombardement zat ik met mijn moeder en mijn broer zat ik hier op de trap. En mijn moeder zat dus hier op een van die treden en ik zat tussen haar benen in, helemaal ingekneld. En zij beschermde me zoveel mogelijk af tegen van alles. Want op een gegeven moment begon toch wel door het hele huis, wat stond als een gek te schudden en te doen. En er kwam allemaal kalk en toestanden naar beneden. Fijn, dat was een grote chaos. Maar het was eigenlijk de leef- en slaapetage van mijn ouders. En ik had hier ook een kamertje, dat gedeelte. Dat was dus afgeschermd, stond een wand voor. En daar sliep ik. En mijn broer had een kamer boven op zolder. En dat is bijna zijn dood geworden eigenlijk in de oorlog. Toen de granaat insloeg, toen werd dat kamertje totaal
plat gegooid en er zat vol met granaatscherven. En als hij daar had gelegen, had hij dat niet overleefd. Maar voor het geval dat er eens een overval zou komen, had mijn vader op diverse plekken hier in het huis een soort schuilplaatsen gemaakt. En een van die schuilplaatsen, daar zal ik zoiets van laten zien, daar hebben we toen in de tijd stencilmachines en van die drukplaten en ander materiaal allemaal ingestopt. En als we het nodig hadden, dan kwam dat tevoorschijn, maar dat mocht natuurlijk niet zichtbaar zijn. Om zo'n schuilplaats te creëren, heeft mijn vader in de gang een luik gemaakt, uitgezaagd. En dat zien we nou hier, op de grond. Dat was de bedoeling dus, dat daar dus die spullen allemaal in gingen. En hier was de meeste ruimte aan deze zijde. En als het dan nodig was, schoof het dus al dat materiaal naar binnen. Maar het was tevens een ideale plek voor mijn broer en ik om hier onder te duiken. En als er dan wat spannend was, of er waren razzia's, dan ging het luik open. En dat zat helemaal onder de lopers en kleden die er allemaal overheen lagen. En dan schoof mijn broer, die was het langste, die schoof dus deze kant uit. En ik schoof hier naar een toilet wat hier was. Maar ze hebben dit dus rechtgetrokken. Je ziet nu dat platte dak. En dat was dus onder andere mijn observatieplek, waar ik dus de hele boel in de gaten kon houden. Want van hier vandaan keek je dus bijvoorbeeld over de hele Koolsingel tot aan de Kruiskade toe. Je keek hier tot het Hofplein station toe en als je dus in zuidelijke richting keek, dan keek je tot op de Maas. Dan zag je dus het Witte Huis en alles en natuurlijk de Grote Kerk, die stond er. En voor de rest was er praktisch niks meer wat overeind stond. Dus je had hier een waanzinnig uitzicht. En dan zou ik nog even wat laten zien van die tweede onderduikplek die we hadden. Hier achter deze wand, hier zit de schoorsteen en hier is een kleine ruimte, dat is nou geverfd, dus daar zal ik maar niet aankomen, maar dit gedeelte kon uitgenomen worden en dan konden mijn broer en ik konden hier net naar binnen, daar konden net staan met z'n tweeën en dan deed mijn vader dat allemaal weer dicht en je zag niet dat hier een deur of een opening was en daar hebben we ook een paar keer hierin gezeten.